moederziel alleen op de bus omdat mama geen tijd heeft. Een paar jaar geleden kopte het nieuwsblad dat er steeds meer kleuters alleen op de bus zaten. De lijn bracht dat uit omdat ze vooral bekommerd was om haar chauffeurs die nu ook voor babysit moesten spelen. Eigenlijk ligt dat verhaal ook mooi bloot in dat artikel bloot hoe stereotyp dat we eigenlijk denken. Want die papa die kwam in heel dat busverhaal niet voor. En de samenleving is daar ook nog. Want die verwacht van ons wel dat wij met twee voltijds gaan werken. 40 uur per week en liefst nog met overuren erbij. En je ziet zo dat gezinnen daardoor in de knel komen. En dat is gewoon niet gezond. We zien dat steeds meer mensen uitvallen door ziekte en stress en burn-out. En we zien dat heel veel ouders met stress kampen om hun werk met hun gezinsleven gecombineerd te krijgen. Daarnaast moeten ze nog hun kinderen opvoeden. Zich voor hun buurt inzetten, vrijwilligerswerk doen. Ze hebben misschien een ouder die ziek is waar ze nog voor moeten zorgen. En ruim de helft van alle arbeid is onbetaald. Dus ja, ze hebben daar vandaag de dag gewoon veel te weinig tijd voor. Heel veel werkende vrouwen werken deeltijds om juist de combinatie met hun huishouden en met de kinderzorg te kunnen doen. Maar dat heeft gevolgen, want dat betekent dat ze minder verdienen. Ze krijgen minder opleiding en vorming, ze maken minder carrière. En ook voor hun pensioen is dat zeer nadelig. Het is gewoon te gek eigenlijk dat we daar geen rekening mee houden. Te gek voor woordenkopte is een krant, of van een andere planeet, dat hebben ze ook al eens verteld. De 30-uurweek als niet voltijds biedt natuurlijk heel veel kansen. Hè. Die tijd voor die onbetaalde arbeid die wordt vergroot, dus je gaat gewoon kwaliteitsvoller kunnen combineren. Dus in een nieuwe norm verandert die cultuur ook. Geeft mannen echt veel meer tijd om te zorgen met hun kinderen bezig te zijn, zonder dat ze daar zich voor hoeven te verdedigen naar de buitenwereld toe. En geeft vrouwen gewoon veel meer mogelijkheden op hun carrière. Hè. We hebben de afgelopen 100 jaar verschillende keren onze arbeidstijd collectief verlaagd. Hè. Dus we hebben daar een traditie in. Er is een tijd geweest waarin wij ook het afschaffen van de kinderarbeid redelijk te gek voor woorden vonden. De 8-uurige werkdag. Ja. Het vrouwenstemrecht in 1948. Oei, oei, oei. Ja, die 30-uurige werkweek. Het zou juist te gek zijn om die niet in te voeren.